De Javaanse evangelische zending in Suriname bestaat 110 jaar. In verband hiermee heeft het overlegorgaan Javaanse gemeenten der evangelische broedergemeente zaterdag een dankdienst gehouden. Sarijo Risso-Mardono, ondervoorzitter van het overlegorgaan, gaf aan dat de zending onder de Javanen moeizaam op gang is gebracht door de zendeling Herman Bielke in 1908. Daarom is de Javaanse gemeente de eerste contractant Pakniti Pawiro heel dankbaar. Hij was een moslim en was de eerste persoon die de roeping heeft gehad om christen te worden. Nu kan Suriname 110 jaar EBGS-zending onder de Javanen vieren. Eind 1908 is Pawiro, te midden van de overwegend Creolengemeente, als eerste volwassen Javaan in Suriname gedoopt, zegt Risso Mardono. Voor de evangelische broedergemeente in Suriname is in het algemeen, toch in het bijzonder de Javaanse zusters en broeders, is het afgelopen donderdag 9 mei 2019 een heel bijzondere dag geweest. Het was 110 jaar geleden dat de Heer met de zending onder de Javanen in Suriname is begonnen, waarbij hij dominee Bielke aanwees als zendeling voor Suriname. Op deze mooie avond willen wij samen met u kort dan zeggen en gedenken zijn van de 10 jaren bemoeienis met ons. Het overleg vergaan is voornemens in het millenniumjaar 2019 met als thema Voorwaarts verblijft u, de Heer is nabij. Twee activiteiten om ontplooien te weten. Deze dank- en feestdienst en een congres in een grote schoolvakantie waarin onze thema via beraadslaging verder aan de orde zal moeten komen. Voor nu echter willen wij onze harten van dankzegging richten tot God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, waarna wij naar de dienst ontspannen en socialiserend mogen genieten van de voordrachten. Dat was Sarijo Risso-Mardono, ondervoorzitter overlegorgaan Javaanse gemeenten der evangelische broedergemeente Suriname. Hij sprak zaterdag tijdens een dankdienst in verband met 110 jaar Javaanse evangelische zending in Suriname. De dienst is gehouden op het KKF-terrein.